in Nederland speelt het dus ook. Dus ik vind het ook niet zo raar dat hij eigenlijk vindt dat niet iedere minister uit zijn ploeg alles met hem moet bespreken. Dat is in de basis, snap ik die reactie wel. Ja, maar dit gaat nog nergens over. Precies, maar dit onderwerp, precies vanwege die top, precies van wat er in Nederland nu politiek speelt, had hij natuurlijk wel moeten weten. Ja. Wij willen het nog even hebben over premier Schoof. Want wist hij nou iets van die plannen van minister Klever? Nee, is het antwoord. Haar Oeganda-plannen, daar hebben we het dan over natuurlijk. Zelf lijkt hij daar niet mee te zitten, dat hij daar niks van wist. Premier Schoof, ik hoor u zeggen, ik heb gisteren nog maar gehoord over dat plannetje van hubs ergens in Oeganda. Dat maakt op mij de indruk van een enorme improvisatie, chaos. U hoort dat eventjes een dag voordat u naar een top gaat. Wat voor indruk maakt dat, denkt u, op de andere 26 EU-regeringsleiders? Oh, dat is echt een hele merkwaardige vraag. Het is een hele bijzondere voorstelling van zaken. Minister Klever is in Oeganda, bespreekt dit, maakt dat bekend gisteren. Dat lijkt me ook prima. Dat hoeven we komen niet te weten. Ja, Anna Dijkman, vind jij dit ook een hele rare vraag van correspondent Tijn Sade? Nee, ik vond het wel een terechte vraag eigenlijk. Ja, het is natuurlijk best vreemd dat hij niet op de hoogte was van dat idee. Want er is nog helemaal geen plan volgens mij, maar in elk geval een idee. Maar ja, dat kan hij natuurlijk ook weer niet zo gaan zeggen. Van ja, ik ben er door overvallen of wat dan ook. Want zijn beeld als leider van het kabinet is al een beetje wankel. Ja. Dus dat probeert hij denk ik ook te beschermen. Maar ik vind het zeker een terechte vraag. Ja, en het is gek dat hij dit een gekke vraag vindt. Ja, dat zegt, moet hij misschien doen om zijn positie dus te beschermen. Aan de andere kant is de regeringsleider van Tsjechië echt bezig met wat een proefballonnetje in Afrika gezegd is door iemand van een kabinet van Nederland. Maar ze praten daar wel over mogelijkheden voor opvang. Dat is waar, maar dat ministers bezig zijn met proefballonnetjes, daar kan je allerlei dingen van vinden of dat verstandig is of niet. Om dat de wereld in te gooien, er zijn allerlei, dat vind ik een veel belangrijkere discussie dan of Schoof al helemaal op de hoogte is. Ja, maar hij zit op een top die daar ook over gaat. Kijk, als hij op een klimaattop zou zitten en dit speelt op een ander vlak, dan kun je zeggen van, nou ja, oké, ik ben even nu hiermee bezig, weet je. Maar dit gaat daar ook precies over. Precies, en in Nederland speelt het dus ook. Dus ik vind het ook niet zo raar dat hij eigenlijk vindt dat niet iedere minister uit zijn ploeg alles met hem moet bespreken. Dat is in de basis, snap ik die reactie wel. Ja, maar dit gaat nog nergens over. Precies, maar dit onderwerp, precies vanwege die top, precies van wat er in Nederland nu politiek speelt, had hij natuurlijk wel moeten weten. Ja, Schoof heeft een beetje al het imago natuurlijk dat hij niet helemaal in control is, nog, of tot op heden. Willen media dat ook heel graag benadrukken? Heb je dat idee, Mark? Nou, ik denk dat het wel terecht is dat die vragen gesteld worden aan hem. He, dus tuurlijk. Ja, ik vind het eigenlijk wel logisch dat de media daar vragen over stelt. Ja. Want het is natuurlijk wel, die kikkers gaan alle kanten op. Die krijgt hij maar niet in de kruiwagen. En dat het op persoonlijk vlak misschien een heel gedoe voor hem is en heel zielig is. Ja, dat zal wel. Ja. Maar dat is niet de rol van de journalistiek. Wij moeten dat gewoon bevragen en constateren. Ja, Anna Dijkman, zou Mark Rutte dit ook hebben kunnen gebeuren? Dat hij moet zeggen dat hij niet wist van een proefballon? Oeh. Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik heb het idee dat hij sowieso meer in control was. Dat past natuurlijk meer bij hem. En hij, laten we niet vergeten dat hij natuurlijk zeker, ja, hij had gewoon enorme ervaring. Dus wat had Mark Rutte helemaal aan het begin als premier gedaan? Daar moet je het dan eigenlijk mee vergelijken. Ja, dat vind ik heel lastig om dat op die manier terug te halen. Maar ik denk dat we wel als media moeten oppassen. Ik denk dat het heel goed is hoor om te kijken natuurlijk hoe doet Schoof als leider, als premier het. Maar we moeten ook oppassen dat het niet alleen nog maar daarover gaat, maar dat het dus wel inderdaad echt over de plannen en de ideeën blijft gaan. Nou ja, daar gaat het ook over, toch? Zeker. Je hoort genoeg analyses. Maar we moeten oppassen dat we niet elke keer op een soort stuk vlees duiken. Van, daar gaat hij weer, weet je wel. Hij is niet in control. Nee, op zich wel fijn dat we als media eerder op de hoogte zijn dan de premier, toch? Ja, voor ons zijn het mooie tijden. Hoopgevend. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.